allemaal, en wat super leuk dat jullie weer kijken naar deze goed nieuwe weekvlog op mijn kanaal. Het leek mij weer leuk om te weekvloggen. Niet als zeg maar vlogmas, maar ook maar weer wel. Nou ja, heel veel mensen doen nu dagelijks vloggen, maar daar heb ik echt geen tijd voor. En heel veel mensen vinden mijn weekvlogs leuk, wat ik niet snap, maar oké. Ik ga dus 4 weken achter elkaar weekvloggen, dus ja, ik doe het ook niet op de manier zoals het hoort. Het is al 3 december. Ik ga gewoon 4 weken vloggen. Gewoon niet echt als vlogmas, maar gewoon zoals elke weekvlog eigenlijk. En omdat ik al heel lang niet meer heb geweekvlogd, leek me dat leuk, zeg maar. En als jullie er zin in hebben, doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren onderin als je dat wilt en nog niet gedaan hebt. En ja. Oké, even serieus. Dit voelt echt zo lang geleden voor mij. Ik moet dus 7:50 op school zijn. Het is nu 7:45. Ik mag heel even mijn tas inpakken. Ik dacht, ik ga nu zeg maar ook zeg maar alles laten zien. Dus volgens mij film ik nooit in de ochtend. Oké, vandaag heb ik zorg en welzijn, biologie, Engels, geschiedenis en Frans. En ik heb 7:50 in en ik ben 2:50 uit. Dus dat is best wel lang voor mij. Ik vind het lang. Oh, en trouwens, ik heb zorg en welzijn zeg maar 3 uren achter elkaar. Dus ik heb zeg maar een blokker van 3 uur. Of klopt dat? Geen idee. Oké, dit is wat ik vandaag aan heb. Als eerste is de broek van de Only. En ik heb deze Fila's eronder aan. En dit topje van, geen idee, maar hij heeft van die, zeg maar, blote schouders. Maar ik vind hem wel leuk, maar ik wist niet wat ik aan moest doen. Oké, ik ben serieus alweer bijna te laat. Dus ik ga nu echt naar school en dan zie ik jullie daarna wel weer. Doei! Helemaal, ik ben weer een tijdje thuis. Ik was dus 3 uur uit en ik heb net nog even met mijn moeder gewoon een kopje thee gedronken beneden. Het is nu 4:15. Oeps. Ik ga zo bezig met school. En ik wou thuis ook nog even zeggen dat zeg maar ik het nu zeg maar in december heel erg druk heb met school. En ja, ik ga heel december vloggen. Maar ik hoop in ieder geval wel dat het een beetje boeiend is of zo. Maar ja, ik ga nu in ieder geval even mijn tas uitpakken of zo. En ik heb trouwens, zeg maar, altijd als ik thuis kom, dan doe ik meteen wat comfortabelers aan. Of hoe je het maar zegt. Dit ziet er niet uit, dus sorry daarvoor. We hebben dus zeg maar verbouwd. Ik heb nu nieuwe ramen. Oké, ze kunnen dus nu zo open. En zo. En ja, dat was het. Maar ik heb dus eindelijk nieuwe ramen. Want die andere waren dus echt heel oud. Zo, even het licht aan. En dan ga ik zo bezig met school. Ik wou vandaag eigenlijk de stad in. Want vorige week was mijn broer jarig. Toen was hij 19 geworden. Gefeliciteerd Peter als je dit kijkt. Waarschijnlijk kijk ik dit niet, maar als je kijkt, hoi. En ik moet nog steeds cadeautje kopen. Maar ik heb het deze week best wel heel erg druk. Tot en met ongeveer donderdag, denk ik. Met school en daarna niet. Maar ja. Oké, ik zag ook dat ik nog maar net 10 minuten filmtijd heb. Dus ik heb niet zo heel veel ruimte meer op mijn kaartje staan. Maar ik ga even kijken wat ik moet doen vanmorgen. Vanmorgen, voor de hele week. Ik heb echt een drukke week. Maar ja, moet gebeuren. Morgen heb ik een Nederlands proefwerk. Het spijt me echt zo erg voor dit. Maar als jullie me heel december willen zien, ik zie er niet altijd op mijn top uit. Oké, morgen heb ik Nederlands proefwerk. Zorg en welzijn. Oh, moet ik heel deel C af hebben? Dat is wel even veel. Engels, heel veel opdrachten maken. En PBS dus, moet deze week afgerond zijn. Maar ik ga eerst eens leren voor Nederland. Dit is echt mijn schoolleven, jongen. Dit is echt heel sad. We hadden iets van 3 mensen, niet heel veel natuurlijk, maar iets van 3 mensen aangevraagd of ik een weekvlog wil maken dat ik zeg maar terugging naar school. Zeg maar van de zomervakantie naar school. En die hele weekvlog staat nog hierop. En ik heb hem nooit geplaatst. Ik heb hem nooit geëdit. Ik ben hem helemaal vergeten. Ik vind het echt stom van mezelf. Dit is dus die hele weekvlog. Ja, het lijkt me niet veel, maar het is best veel. Ja. Oeps. Ik ga zo denk ik even pauze nemen. Oké. Het regent echt ineens super hard. Kijk. Oké, ik ga nu even mijn gezicht reinigen. We hebben net gegeten. We aten chili con carne met pasta. Ja. Ik ga zo slapen. En ja.
Ik moest vandaag gewoon veel met school bezig. Niet heel leuk. Verder ook niet, sorry. Maar ja, tot morgen. Doei. Goedemorgen allemaal. Het is nu denk ik iets van 7:15 bedoel ik. En ik ben dus 7:50 in. Ik zal even laten zien wat ik aan heb. Ik heb dit spijkerjasje aan van de webshop ASOS. Dan heb ik dit shirt aan van Hollister. En deze broek van de Mavi of zo. Yeah. Hey Peet. Hoi. We gaan nu de stad in voor een uurtje, toch? Ja, langer kunnen we niet. En Peter gaat nu zijn eigen cadeautje uitzoeken. Ja, ik weet toch niet wat jij wilt. Dit is het plan. Peter gaat zijn eigen cadeautje uitzoeken. Ik wil kerstdingen kopen of zo en make-up. Het is nu al zo donker buiten. Stinkt het hier. Echt zo. We gaan nu naar de stad en het is ongeveer denk ik 5 minuutjes lopen. En Peter gaat nu zijn eigen cadeau uitzoeken. Als ik überhaupt wat kan vinden. Peter, vertel eens wat er is gebeurd. Ah, je bent je pinpas verloren. Ja, ik had hem los in mijn zak, achter mijn telefoon. En waarschijnlijk heb ik mijn telefoon eruit gehaald. En mijn broek. En toen is hij eruit gevallen ofzo. En nu? Moet je met de alarmlijn voor betaalpassen bellen. Nou, moet mama eigenlijk doen. Oké, ik ben hem dus echt kwijt, dus dat is niet echt heel erg handig. Ik ben hem dus gewoon verloren. Hij is nu geblokkeerd. En ik krijg een nieuwe opgestuurd. Peter! Ja, ik weet het. Jullie geloven nooit wat mijn vader net op Facebook heeft gezien. Dit is mijn pinpas. En let niet op de foto, maar dit staat op Facebook. Oké, we gaan nu koken. Maar eigenlijk niet echt, want het is niet heel erg bijzonder of zo. We gaan eens boerenkool maken. Alleen mijn moeder heeft de aardappels afgesneden. En alles. Eigenlijk heeft ze alles al gedaan. Het enige wat we nu nog moeten doen is de ui snijden en dit opwarmen. Dit erbij gooien en dan stampen. Kerst draait om solidariteit en poussées. Maar vooral ook al. Wacht, dit is een Insta-foto. Helemaal, het is al 4:30 en ik begin nu pas met vloggen. Dat komt omdat ik net van school wegkom. En vanochtend was het veel te vroeg om te vloggen. Ik moest dus vanochtend werken en het was echt heel erg saai. En school was ook best wel heel erg saai. En zeg maar, de batterij is nu bijna op. En ik weet niet waar de oplader is. Oké, sorry. Het is nu 7:00. En mijn batterij was zeg maar helemaal op. Dus toen heb ik ze opgeladen. En zijn die net opgeladen, dus ik kan nu pas weer vloggen. Ik ga zo douchen. En daarna ga ik leren voor bio. Oké, ik heb dus net gedoucht zoals jullie wel kunnen zien. Denk ik. En ik ben nu aan het leren voor bio. Yeah, het is best wel heel erg saai. Wat vinden jullie trouwens van mijn mooie onesie? Echt lelijk, ik moet een nieuwe. Maar goed, ik kan op dit moment helemaal niks zonder pimpas. De pimpas moeten dus binnen 5 dagen weer komen. Dus ik hoopte eigenlijk dat die vandaag zou komen. Er is wel natuurlijk wel weinig kans, maar dat hoopte ik wel. Maar dat is dus niet gebeurd. Dus morgen is weer een nieuwe dag. En hopen dat die dan terugkomt. Ik ben nu trouwens wel jaloers op iedereen, want iedereen viert nu pakjesavond op dit moment. Want ik ging het even snap bekijken. En ik niet. Ik wil ook Sinterklaas vieren. Hey, goedemorgen allemaal. Oké, dit is echt heel erg. Ik kom net uit bed. Het is 8:40. En ik ben 9:50 in. Dus ik heb nog best wel lang tijd. Maar goed, ik ga me nu even opmaken, denk ik. En misschien ga ik daarna nog heel even leren voor bio, want ik heb dus vandaag bio. Oké, mijn haar is officieel ontploft vandaag. Nou ja, boeien. Ik heb nog zo lang. Ik moest echt lang in mijn bed blijven liggen. Oké, het is nu 1:00. En er was niet echt iets bijzonders te filmen. Dus vandaar mijn outfit. Deze sweater van Calvin Klein en deze broek van de Pieces. Alleen, dat is wat ik vandaag aan heb, maar ik ga nu weer wat anders aan doen. Even een lekker zitterende broek. Was dat goed Nederlands? Yo. Ik heb nu gewoon een sportlegging aangedaan. Kijk eens even. Mijn moeder heeft de kerstboom blijkbaar opgezet.
Mijn ouders zetten eigenlijk elk jaar meerdere soorten kerstbomen op. Dus hier staat er nu ook één. Maar die moeten ze nog doen. Alleen deze is echt 10 keer zo groot. Dus ja, waarschijnlijk wordt vandaag die kerstboom ook nog helemaal versierd. Ik heb hier nu een eitje. Maar ik weet dus niet of hij goed is. Ik weet niet of hij zo bruin wordt. Ik ben 15 en ik kan nog steeds geen ei bakken volgens mij. Ik ben nu ook thee aan het zetten. En als het goed is, komt mijn moeder zo ook thuis. En ik moet dus vanmiddag bezig. Maar ik ga eerst even eten, want ik heb echt heel erg honger. Nou mama, wat ga jij nu doen? Nou, we gaan de kerstboom opzetten. Ja? Het is bijna kerst. En ik vind het altijd gezellig om een boom in huis te hebben. 2 bomen. We hebben er meestal 4 of zo. Ja, nu 2. Oh, echt? Ja. Maar ga je het helemaal uitbreiden zoals elk jaar dat het heel erg... Heel vol. Ik wil een hele volle boom. En dat vind ik leuk. En ga je ook nog andere dingen in het huis doen met kerst? Ik denk dat het wel gewoon bij een kerstboom houden. Oké. Jan en ik hebben trouwens ook eindelijk ons kerstkaartje voor het kerstgala. En ja, we hebben een double ticket, want dat was goedkoper en we gaan toch samen. Oké, ik ben nu zeg maar bezig met Frans, want ik heb morgen dus zo'n toets. En dan moet je jezelf kunnen voorstellen in het Frans. En dan, volgens mij gaat het over dat je op een kind moet passen of zo. Geen idee. Dus ik ben nu even zinnen aan het leren voor bijvoorbeeld hier woon ik en bla bla bla. Dat ik dat in ieder geval kan. En ja, je mag ook een woordenboek erbij, dus dat is wel fijn. En ik ga vanavond dan ook nog even bezig met PBS. En ja. Daar ga ik nu mee bezig. Oh, hij is bijna leeg. Ik heb nu hier een pepernoot. Hij is echt heel irritant. Oké, okay, alsjeblieft even. Ik heb hier een pepernoottoetje en ik ben nu bij Peter op de kamer. En ja, ik moet nu... Nou, coole vlog, man. Ik heb chocola. Ik moet heel even mijn batterij gaan verwisselen. Oké, het is nu 8 uur geweest. Al best wel lang. En het lijkt nu licht buiten. Maar het is echt nog heel donker. Oké, dit is wat ik vandaag aan heb. Deze hoodie van Levi's. Deze broek van Levi's. En dan deze schoenen van Fila. En mijn haar wil niet meewerken. Helemaal, ik ben weer thuis. En ik moet zo weer werken. Dus het is nu zo laat. Het is 3:30. En ik moet 3 uur werken, dus dan moet ik over een kwartier weg. En ja, ik heb nu heel even dit aangedaan. Ik heb deze polo aan van Tommy Hilfiger. En dan heb ik zo'n broek aan van Only. Het regent super hard. En dan moet ik zo gaan fietsen. Ik moet trouwens helemaal niet lang werken. Ik moet van 3 tot 5. En ik hoop niet dat ik over moet werken of zo. Want dan moet het dus wel langer. Maar ik moet er altijd om 2:50 al zijn. Dus ik moet 2:50 weg. Dus ja, ik ga nu denk ik nog even wat eten of zo. En Rianne gaat als het goed is nu verder met PBS. Want die moeten we dus vandaag inleveren op papier bij school. En ze is al uit. Dus dan gaat ze thuis het afmaken als het goed is. En dan gaat ze weer naar school fietsen om het in te leveren. Maar als het goed is, komt het wel goed. Oh ja, en ik heb gisteren trouwens mijn nieuwe pasje gekregen. Dus nu kan ik eindelijk weer dingen kopen. Maar nu moet ik dus werken. En dit is dus de kerstboom trouwens geworden. Die mijn moeder helemaal heeft gemaakt. Ik zal hem even wat dichter van dichterbij laten zien. Hij is heel vol. Helemaal, ik ben net terug. Ik ben echt kletsnat. Mega nat. Zie dan hoe erg mijn telefoon nat is. Oké, dit is best wel heel erg heftig. Ja, het is nu ongeveer 6:30. En het is echt super donker buiten al. Maar het werken ging op zich wel goed. Maar ik ga even mijn telefoon droog maken. Oké, ik doe dus zoals jullie wel weten elke zaterdag een nieuwe video. Alleen morgen is het dus zaterdag. Ik had deze week echt bijna geen tijd om een video te editen. En nu ook niet meer. En morgen ook werken. En ja, dat wordt hem dus waarschijnlijk niet. Maar misschien kan ik hem zeg maar, want ik moet tot 4 uur werken morgen. Want ik moet van 1 tot 4 en ik ga denk ik gewoon vroeg opstaan, want dan heb ik nog wat te doen zeg maar. Ja, meestal komt de video om 11 uur online. Alleen heel vaak is het gewoon in de avond. Niet heel goed. Dat wordt hem echt niet. Maar ik wil eigenlijk ook nog, ik moet nog volgende week ga ik dus ook vloggen, want ik ga dus elke week proberen te vloggen. Volgende week heb ik het kerstgala, gaan we het eten met de klas. En is het gewoon veel leuker, want dan hoef ik niet zo heel veel met school bezig. Dus daar heb ik echt heel veel zin in. Ik moet nog steeds een kerstgala hier bestellen. Dus ik dacht als ik daar nu even naar ga kijken. En ja, dus ik ga nu even kijken of ik een kerstgala jurkje kan bestellen. Ik weet niet of ik het al had gezegd, maar Rianne heeft het profielwerkstuk ingeleverd. Dus dat is heel goed. Goedemorgen.
Goedemorgen allemaal. Ik ben al een tijdje wakker. Het is nu 9:50 ongeveer. Ja, ik maak nu een eitje. Oké, ik heb zo net even mijn hele kaartje leeggemaakt. Want ik had letterlijk nog een paar seconden om te filmen. Mijn haar is echt ontploft en ik moet zo dus werken. En ik ga waarschijnlijk na het werken even de stad in. Wel dit keer zonder mijn pimpas kwijt te raken. Om even lichtjes te kopen. En heel misschien kan ik nog wat voor mijn kerstversiering in mijn kamer. En heel misschien kan ik nog een leuk cadeautje vinden voor Peter. Maar dat weet ik niet, want ik ben er heel slecht in. Maar ja, ik ga dus zo werken. En ik heb er dit keer echt geen zin in. Maar het zijn maar 3 uurtjes. Het is van 1 tot 4. En ja, dat overleef ik wel. Helemaal, ik ben dus net de stad in geweest. En ik ga even een mini shoplog doen. Ik ben dus naar de Hema en naar de Action geweest. Alleen, het zit allemaal in een Hema tasje. Want ja, die Action tasjes scheuren denk ik. Oké, eerst ik wil even laten zien wat ik bij de Action heb gekocht. Dit. Ik heb eigenlijk alleen maar lichtjes gekocht. Dit zijn 10 ledlampjes. En ja, ze zijn gewoon wit. Dit is hoe ze eruit zien. Dus even uithalen. Nou, dit wordt nog een puzzel voor mij om dit uit de knoop te halen. Ik ga juist vanavond, dat ga ik ook filmen, mijn hele kamer versieren. Nou, kijk even hoe schattig. Het was €2,49. Dan het laatste wat ik bij de Hema heb gekocht is dit. En dit zijn lichtjes en deze zijn helemaal... Volgens mij zijn dit van die kleurrijke lichtjes. Dit vind ik wel heel leuk. Dit zijn er 100. En dit is gewoon met zo'n snoer. Er zit ook al een hele gebruiksaanwijzing bij. Oh, nog één. Het lijkt net als zo'n ding hoe je het moet wassen, maar dat zou ik maar niet doen. Oké, dit vind ik echt geweldig. Oké, dit was €3,99. Dan gaan we nu door met wat ik bij de Hema heb gekocht. Oké, ik heb eerst dit gekocht. En dit heb ik 2 jaar geleden of zo ook gekocht. Alleen die ben ik kwijt. Dit zijn van die bolletjes. Het zijn er 50. Battery powered. Nou, zo zien ze eruit. En het is echt heel schattig. En die was... Deze was volgens mij €5. Dan heb ik deze lichtjes. En deze zijn ook 100 keer. Zo ziet de verpakking eruit. En deze waren dus €8. Dus dat is alweer veel duurder. Deze ga ik ook even meteen testen. Oh, dit is gewoon precies hetzelfde. Kijk. Ja, dit zijn er dus ook weer 100. En dan als allerlaatste... Iets lekker goedkoop gehaald, maar ik vond het wel heel schattig. Deze was €3,50 korting. Dat was nu 50 cent. En dit is ook battery powered. En er staat gewoon weer in het midden 50 cent. Dat was eerst €1, nu 50 cent. En daarvoor was hij €4,50 of zo. Hij heeft glitterige zijkanten. Dus ik heb echt mega veel zin om mijn kamer nu te gaan versieren. Dus dat ga ik vanavond doen. Oké, mijn hele kamer is versierd. En ik heb het licht dus nog niet uitgedaan. Oh, wat schattig. Goedemorgen allemaal, ik ga zo even mijn kamer opruimen, want er liggen hier allemaal dozen, bonnetjes, alles en het moet even opgeruimd worden. Maar het is dus vandaag zondag, dat betekent dus dat dit de laatste dag is van mijn eerste weekvlog. Want ik ga op maandag zeg maar weer verder met de volgende weekvlog. Ik ga dit even allemaal weggooien en ja, ik ga gewoon even mijn hele kamer opruimen. En het regent keihard buiten. Wat ik nog even wil zeggen en waar ik zojuist achter kwam, is dat YouTube op dit moment echt heel erg raar doet. Want al mijn... weten jullie wel dat als je zegt, ja, hier kun je het i'tje klikken, dat ik dat dan heb gedaan. Dat is allemaal weg van elke video of zo. En ook dat outro, dat dan al die kaartjes er staan waar ik kan klikken, is ook allemaal weg. En YouTube doet gewoon heel raar, want ik had laatst ineens 217 abonnees. Er waren 600 weg of zo. Ook ineens worden alle likes weggehaald. En ik had ook laatst, had ik ineens 700 views en toen ineens weer 600. Dus ik weet niet wat er is met YouTube, maar ja, het kost heel veel tijd om al die kaartjes weer terug te plaatsen. Dan moet ik al die video's dus opnieuw gaan kijken om te kijken waar ze in moeten. Maar ja, ik vind wel echt heel dom. Ik hoop dat ze weer terugkomen. Net als met die abonnees. Mijn moeder had de soep voor mij klaargezet. Hier zit een beetje soep in. Dus dat kan ik nu even gaan opeten.
Oké, ik ben echt eindelijk klaar met alle begrippen opschrijven. En... oh. Het lijkt helemaal niet zo heel veel, maar het is echt zoveel om op te schrijven. Dus daar ben ik heel blij mee. Oké, ik ben nu al best wel heel erg lang bezig met mijn huiswerk. Al vanaf vanmiddag en het is nu alweer avond. Het is nu al zo laat. En er komt dus zo'n themebezoek. En mijn ouders vroegen dus of wij mee wouden eten, want wij kennen dat bezoek niet. Dus ik zei zo van, nou, liever niet. Dus dan eet ik zo meteen gewoon boven. En ik wil vanmiddag dus in bad. En ik heb dus zeg maar nog heel veel ruisballen en zo. Ik wil er dan gewoon even één opmaken. Helemaal, ik ga nu nog even in bad. En ik heb dus even 3 ruisballen eruit gaan kiezen. Namelijk, of deze. Deze is blauw met geel. Of gewoon deze rozige ruisbal. Of... deze bruisbal, deze is ook roze met wit en dan en hier zo een hartje. Ik denk dat ik deze ga doen. Oké, ik ga zo slapen en ik ga nu de vlog ook afsluiten. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden als het zo was. Doe dan even een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren hieronderin als je dat wilt en nog niet gedaan hebt. En dan zie ik jullie volgende keer weer bij een nieuwe video. Doei, bedankt voor het kijken.